Ja, de vorige keer dat hij bij ons was, bleef het nog lang onrustig in de studio. Dat hadden we eigenlijk nog nooit eerder meegemaakt. Onze eigen zeer gewaardeerde natuurkundige Diederik Jekel werd een scheidzak genoemd. Er was opwinding, er was kabaal en er was vooral de inspiratie van die wereldberoemde professor die al meer dan 40 jaar werkzaam is aan de prestigieuze Massachusetts Institute of Technology, die 2 miljoen mensen bereikt met zijn colleges op internet, die Bill Gates onder zijn bewonderaars mag rekenen en die speciaal voor ons 2 mini-colleges gaat geven, de Nederlands-Amerikaan professor Walter Lewin. Ja, het is zover. Ik vind het leuk dat jij je dat woord scheidszak nog zo goed kan herinneren. Ja, want het woord bestaat namelijk helemaal niet in onze taal. Ja, maar jij weet dat natuurlijk. Dat heb ik ook begrepen. En daar heb ik wat contact over gehad met Van Dalen. Ja. En die gaan dat nu als woord opnemen. Het is... Ja. Nou, maar ik vond en daar wel... word jij beroemd door. Daar word ik dan misschien... in de periferie word ik daar een klein beetje beroemd door. Gek op natuurkunde. Zo is de vertaling van uw boek in Nederland verschenen. Je weet waarschijnlijk van wat we vorige keer besproken hebben, dat de titel van het boek oorspronkelijk is For the Love of Physics. Tuurlijk, in het Engels. En dat is een hele mooie titel. Als je nou zegt, gek op natuurkunde, jongen, ik ben helemaal niet gek op natuurkunde. Ik ben gek op oesters, maar niet op natuurkunde. Waardeloze titel dus. Wel, ik hou van de natuurkunde en die liefde die ik heb, die breng ik over aan mijn studenten. En die colleges die hebben een zekere bekendheid gekregen. Die worden nu door 2 miljoen mensen per jaar bekeken. Zeker. En die worden door Bill Gates bekeken. Ja. Die mij daar diverse malen over heeft geschreven al. Ja. Persoonlijke briefjes. En dus was ik zeer vereerd dat Bill... Hoe zegt al Bill? Oh. Bill en Walter. Bill Gates. Heeft kijk, dus, daar lopen ze. Heeft dus voor mij een, wat wij noemen, een endorsement geschreven. Ja. Voor jullie is dat, wat is een endorsement een blurb. In Nederland? Een aanprijzing. Aanprijzing. U heeft ook een beetje misbruik gemaakt van het feit dat ik de vorige keer enthousiast ja, over u was. Ja, dat is nou juist het probleem. Oh. Je hebt een enorm probleem veroorzaakt. Want kijk, bij de Amerikaanse versie hebben wij natuurlijk die endorsement van Bill. Die staat op de voorpagina. Ja. En dat verkoopt lekker in de Verenigde Staten. Maar in de Nederlandse versie, daar staat... Laat maar. Want ik zit hier al in de grootst mogelijke verlegenheid. Matthijs van Nieuwkerk. Ja, nee, schij uit, zeg. En dat gaat natuurlijk hier in Nederland, dat gaat natuurlijk fantastisch verkopen. Professor, we gaan het eens even over serieus. Laten we eerst eens even gaan kijken. Als we even over die titel hebben, dat gek op natuurkunde. Ja. Mijn boek wordt in 10 talen vertaald. En dat is 4 talen zijn nu compleet. Ja. Nederland is de 4e. Ja. En Spaans was de 3e. Ja. En dat gek op natuurkunde, daar heb ik wel problemen mee. Ja, ik heb het in de gaten. En ja. Als je nu kijkt hoe bijvoorbeeld de Spanjaarden dat gedaan hebben. Por amore a la fisica. Ja. Oh, zie je. Nou, dan krijg je tranen bij in je ogen. Ja? Ja, ja, sorry. Terwijl wanneer je ziet gek op natuurkunde, dan denk je... Ja, die Lewin, dat is een beetje een madman. Beetje een rare professor. Ja, dat ben ik wel, ja. Gelukkig. Maar niet mad. Nee. Nou, het doel van deze boeken is om jouw leven... Te veranderen. Te veranderen. Maar dat gaan we doen. Want we hebben 2 proeven, gaat u straks uitvoeren, die ons leven... Je mag rustig je tegen mij zeggen. Dat durf ik niet. Dat durf ik echt niet. Dat durf je niet. Ik vind het lekker in om u te blijven zien. Maar ik wil eerst even laten zien wat 2 miljoen mensen zien als ze uw colleges of via YouTube volgen. En ook, we hebben een kleine compilatie gemaakt van uw kunde. Want u bent niet alleen een zeer geleerd en vooraanstaand professor, maar ook, ja, ik denk, de absolute keizer als het gaat om het geven van een college. Voilà. En hier is de femur of an elephant. Zero. Let it go. Class is silent. Oh, dit is heel stom. Oh. 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 Je bent een scheidszak. Ah, dat doe ik even zo. Professor. Waar is scheidszak de vertaling van? Dat wil ik zo graag weten. Scheidszak, wat is dat in het... Hoe zou je dat in class in Amerika zeggen? Shitbag. Dat woord bestaat niet. Dat bestaat ook niet. Maar wij hebben andere woorden die ik nu niet zal noemen. Die worden met 4 letters geschreven, die hebben jullie niet. Okay. Professor, mag ik u vragen om de eerste
demonstratie te geven? Wel, ja, daar wil ik toch een kleine toelichting aan geven. Even naar het boek. Maar op een gegeven moment is ons programma voorbij. Die demonstratie die ik ga doen, die hebben natuurlijk toch te maken met het boek. U tart het lot. Die colleges van mij, die zijn er gericht op dat mijn studenten niet alleen van natuurkunde gaan houden. Iedereen. Zelfs jij. Als jij naar mijn college kijkt, ga jij van de natuurkunde houden. Al heb je er de pest aan nou, je gaat ervan houden. Ik had er altijd de pest. Maar je gaat ook naar het leven op een andere manier kijken. Oké. Nou, jij loopt op straat. Ja. En jij kijkt naar boven. Ja. Dan zie je in Nederland bijna altijd wolken. Ja. Ik heb er 30 jaar gewoond, dus ik weet waar ik over praat. Ja. En je hebt naar die wolken gekeken. Ja. Maar er is er altijd bij gebleven. En dan af en toe kijk je naar boven en dan zie je een beetje blauwe lucht. En dan denk je, ja, de lucht is een beetje blauw. Ja. Er is er ook altijd bij gebleven. Je hebt nooit verder gekeken dan je neus lang is. Ja, je hebt je nooit bijvoorbeeld eens de vraag gesteld, waarom is nou eigenlijk die hemel blauw? En waarom zijn die wolken nou eigenlijk wit? Dat is nou juist. Dat is nou juist de liefde die ik jou ga bijbrengen vanavond. Goed. Vanavond ga ik jou vertellen en laten zien, en dan alle Nederlandse kijkers, waarom die lucht nou blauw is en waarom die wolken wit zijn. Nou, het licht dat van de zon komt. Maar professor, toch even een interruptie van orde. Dit programma heeft een eindtijd. Op een gegeven moment begint er in Nederland dat als een ander programma. Daar rekenen weer andere kijkers op. Dus ik moet u toch tot enige spoed manen. Terwijl ik aan uw lippen hang. Het mag de hele avond duren. Begrijpt u wat ik zeg? Ik zeg iets aardigs en ik zeg iets strengs tegelijkertijd. Als ik mag teruggaan tot het onderwerp. Het licht van de zon ervaren wij als wit licht. Ja. Maar wij weten dat het niet wit is, want als je de regenboog ziet, zie je kleuren. Zo is het. Dus dat zonnelicht heeft allemaal componenten. Rood, geel, blauw, groen enzovoort. Nou ja, je kunt ze daar zien zelfs. Als dat witte licht valt op hele kleine stofdeeltjes, die kleiner zijn dan een tiende micron. Een micron is een duizendste millimeter. Mm-hmm. Dus dan moet je nog eens een keer door 10 delen. En dan moeten ze nog veel kleiner zijn. Dan kan de natuurkunde laten zien dat de blauwe kleur het sterkst verstrooid wordt in alle richtingen. Veel sterker dan de andere kleuren. Wel 5 keer sterker dan rood bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus als daar die zon staat en dat witte licht valt op onze atmosfeer en ik kijk in die richting. Nou, die atmosfeer heeft een heleboel van die kleine, hele kleine rot, minder dan een tiende micron deeltjes. Dan het blauwe licht wordt verstrooid. Dus ik zie die lucht blauw. Maar waarom zie ik nou die wolken wit? Ja. Kijk, professor, als je namelijk gaat uitrekenen waarom die lucht dan blauw wordt, dan ga je ook zien dat als die deeltjes niet kleiner zijn dan een tiende micron, maar veel groter, nou jongen, dan worden alle kleuren gelijkmatig verstrooid. Ja. En in een wolk zijn niet van die kleine deeltjes. Dat zijn allemaal kleine waterdruppeltjes. Dus die zijn gewoon te groot. Dus die wolk verstrooit alle kleuren op gelijke mate, in gelijke richting. En dus zien wij die als wit. Nou, denk je. Nou, denk jij dat jij iets geleerd hebt? Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar als ik jou over een week vraag, dan weet jij dat niet meer. En dat is nou de kracht van mijn colleges. Ik stop daar niet mee. Ik ga jou nou een experiment laten zien. En dat doe ik met sigarettenrook. Oké, professor. En ik zal jou met sigarettenrook laten zien waarom die hemel blauw is en waarom de wolken wit zijn. En als ik je dat nou over 2 weken vraag, dan weet je dat nog wel. En dat is nou het geheim van mijn colleges. Ik laat jou door die vergelijkingen, die allemaal erg vreemd aandoen, ik laat jou door die vergelijkingen kijken. En dan is daarna
die blauwe lucht voor jou en die witte wolken voor het leven verandert. Ongelooflijk. En dat ga ik nu doen. Fantastisch. We hebben hier wit licht, dat redelijk wit is. Dat schijnt alleen maar naar boven. Ik ga een paar sigaretten aansteken. En dan laat ik u zien dat als ik die sigarettenrook in dit licht houd, dat die rook redelijk blauw is. En de reden is dat die rook bevat een heleboel kleine stofdeeltjes die kleiner zijn dan een tiende micron. Er zijn er ook die wat groter zijn dan een tiende micron. Maar degene die kleiner zijn dan een tiende micron, die geven dat blauwe licht. Daar hebben wij als fysici een hele mooie naam voor. Dat noemen wij Rayleigh scattering. En dat wil ik je dus laten zien. Daar ga ik mee beginnen. Dus we gaan nu eerst die sigaretten aansteken. Oké. Je moet wel bedenken dat als je college geeft, you have to make a sacrifice for science, zoals wij dat noemen. Dat kun je mooier in het Engels zeggen dan in het Nederlands. A sacrifice for science, dit is zo'n voorbeeld. Want verdomd nare demonstratie. Je moet een offer brengen, ja, voor de wetenschap. Alright, nu gaat het licht uit, als dat kan. En nu gaan jullie kijken naar de rook. Nou, zou ik eigenlijk wel eens willen horen van jullie. Daar moet je helemaal eerlijk in zijn. Vind je dat dit blauwachtig is? Zeg dan ja. 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 Oké, degene die het niet blauwachtig vinden, zeg maar nee. Nee. Oké. Nou, kijk, op zich is dat natuurlijk niet zo vreemd. Want ik zei al, er zijn een hoop deeltjes die kleiner zijn dan een tiende micron. Maar er zijn er ook die groter zijn dan een tiende micron. En ja, die geven je dan dat witte licht. Dus daarom is het wel blauwachtig, maar er zit ook wel wat wits in. Dus dat is wel een uiterst teleurstellende demonstratie. Maar als ik die rook in mijn longen laat komen, in mijn longen is een ongelooflijke hoeveelheid vocht en waterdamp. Dan gaat die waterdamp, die zet zich af op die kleine stofdeeltjes van die rook. En die worden allemaal veel groter dan een tiende micron. Met andere woorden, er is geen Rayleigh scattering meer. Blauw heeft geen voorkeur meer. Alle kleuren worden op gelijke mate verstrooid. En dus, als ik die rook zou uitblazen, moet die wit zijn. Net zoals de wolken. En wat ik dus nu ga doen, is die rook in mijn longen houden. Een minuutje. En dan, om jullie toch te overtuigen dat die rook echt blauw was, al wilde je dat nou niet zien, laat ik je eerst weer die rook zien. Dan haal ik die sigaretten weg en dan blaas ik de rook uit die ik in mijn longen heb. En dan zul je het verschil eens zien. Nou, daar gaan we dan. Blauw. Wit, ja.
professor Lewin. Dus vanaf nu... vanaf nu is die blauwe lucht voor jou en die witte wolken zijn veranderd. En dat is for life. Moet je je voorstellen. Je hebt, ik weet niet hoe oud je bent, maar zeg 50. 50 jaar lang heb jij hier rondgelopen en je nooit die vraag gesteld... waarom is de hemel nou blauw en waarom zijn nou die wolken wit? Daar had je mij voor nodig. Dames en heren, Walter Lewin!